In naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. Ik mag jullie ook welkom heten in een nieuwe serie, namelijk Hoe ziet onze kerk eruit? En dan gaan we om te beginnen met de vormen van het kerkgebouw. Want er zijn verschillende vormen in het kerkgebouw en die zijn niet willekeurig uitgekozen. Die hebben een betekenis. Over het algemeen zijn er drie vormen voor koptische kerkgebouw. Ten eerste een kruis, ten tweede een ronde vorm en ten derde en meest populaire, de schipvorm. De kruisvorm. Nou, die spreekt voor zich. Dat kruis is eigenlijk het natuur van onze kerk. De kerk wordt dan gebouwd in een vorm van een gekruisigde Jezus zelf. En daar zien we ook terug in een gebouw dat er twee zijkanten zijn en een lang pad in het midden. Deze vorm was vooral erg populair in de Byzantijnse stijl en zien we tegenwoordig niet vaak meer terug, omdat het ook niet zo praktisch is, architectisch zeg maar. Daarnaast hebben we de cirkelvorm. Cirkelvorm staat voor de oneindige natuur van onze kerk, namelijk zonder begin en zonder eind. Eenmaal in de kerk, dan leef je een leven zonder eind. Dan ben je op zoek naar het eeuwige leven. Vandaar is er ook geen eind aan onze kerk en was er ook geen begin. En ook deze kerk zien we niet heel vaak meer terug in onze Koptische kerken, maar er zijn nog zeker kerken die op deze manier gebouwd worden. Derde en meest populaire vorm van de huidige Koptische kerken is de schipvorm. En die heeft ook een referentie naar het Oude Testament, namelijk naar de Ark van Noach. Die Ark van Noach, daar gingen mensen in omdat er een grote overstroming over het land was. En alleen de mensen die in het schip waren, die werden verlost en die gingen niet dood. Zo ook in onze kerk. In de kerk, dan kan je blijven leven met Christus. Buiten de kerk is dat niet mogelijk. Vandaar dat het heel vaak in een schipvorm gebouwd wordt. Dus de kerk zorgt voor verlossing en daarbuiten is verlossing ver te zoeken. Ook kunnen wij het vergelijken met dat God het schip van ons leven begeleidt. Dus als wij in de kerk zijn en ons geloof uitoefenen in de kerk, dan varen wij eigenlijk een schip en dan wordt dat begeleid door God zelf. En in Nederland, om mee af te sluiten, in Nederland hebben we alle drie de vormen, hebben wij het geluk dat wij alle drie de vormen in onze kerkgebouwen terug kunnen vinden. De Maagd Maria Kathedraal in Amsterdam, die heeft een vorm van een schip. En in Sint Philobertier Mercurius-kerk, ook in Amsterdam, waar we nu in staan, daar zien we een vorm van een kruis. Cirkelvorm zien we in de kerk van de Koptische kerk in Leidschendam. En eigenlijk is het heel mooi dat wij in ons land alle drie de vormen van de kerken kunnen hebben, zodat we ook de betekenis daarvan kunnen begrijpen. Dat was de uitleg over de vormen van de kerk. We gaan verder volgende keer in de serie Hoe ziet onze kerk eruit? Hopelijk zie ik jullie dan weer.